Yo mensen, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik ben Rosita en hier zit Marcus. Hallo dames en heren. Van Marcus Vlogs. Ja. En vandaag is het een speciaal soort video. Ik ga Marcus interviewen voor mijn kanaal om te laten zien wie Marcus nou echt is. Ja, oké. Okay. En we beginnen met de eerste vraag. Wie ben je? Nou, ik ben Marcus Vlogs en heel veel mensen kennen mij van YouTube onder andere. Vooral van YouTube en ja, dat is een beetje wie ik ben en ik vind het heel leuk om aan YouTube te doen en verder hou ik ook vooral van muziek en van films en ja, een theater hou ik ook wel van, concerten, dat soort dingen, bioscopen, dat zijn allemaal dingen waar ik van hou. Ik hou van wandelen, vind het leuk om op het strand te komen ook zo nu dan, vooral met mooi weer dan, dus ja, dat is een beetje even kort samengevat wie ik ben. Yes. Ja. En wat is tot nu toe je grootste succes? Mijn grootste succes tot nu toe? Nou, je zou kunnen zeggen, ik heb natuurlijk 6500 abonnees. Ja. Dus ik denk toch wel dat het een van mijn grootste successen is. Dat ik zoveel toch wel succes op YouTube heb behaald. Dus ja, ik denk dat het wel een beetje is. Oké. Okay. Ja. Ja. Hoe lang ben je al bezig met YouTube? Hoe lang ik al bezig ben met YouTube? Ik ben nu ongeveer ruim twee jaar bezig met YouTube. En iets langer dan jij dus. Ja. Jij was anderhalf jaar bezig, vertelde je mij. Ja, klopt. Dus ja, echt, ik vind het heel leuk. En ik denk dat het ook nooit verveelt. Ik zeg altijd YouTube for life. Yes. Wat is jouw specificaties? Mijn specialisatie bedoel je? Specialisatie, ja. Wat ik heel goed in ben. Ja. Nou, ik vind dat ik wel goed ben in... nou ja, ik vind zelf dat ik goed ben in... Ik ben heel open, een heel open persoon. Ik vind mezelf heel goed in het laten zien van wie ik ben. En op YouTube vind ik ook wel dat ik het goed doe qua sketches. En ik ben natuurlijk niet de beste zanger. Maar ik vind het heel leuk om te zingen. En ik denk dat wat ik doe daarin in YouTube, dat ik daar wel goed in ben. Ja. Ja. Wat heb je voor YouTube gedaan? Voor YouTube qua creativiteit was ik vooral bezig met tekenen. Ik ging bijna iedere week naar een atelier. En dan ging ik altijd tekenen of schilderen. En vooral met acrylkrijt. Dat is een bepaald krijt. Misschien ken je het wel. Waar je dan mee kan tekenen. En ik maakte meestal van die fantasiefiguren. En ik vond het ook wel heel leuk om te zingen. Dus ja, dat deed ik zo'n beetje. Oké. Okay. Ja. Ja. Welke prijs zou je ooit willen winnen? Nou, ik zou graag de loterij willen winnen als het kan. Ik, als het liefst 1 miljoen. Dus als ik een prijs ga winnen, laat het dan een flink geldprijs zijn. Ja. Ja, ja, ja. Even kijken. Wat is je mooiste ervaring in je leven? Mijn mooiste ervaring in mijn leven. God, dat is een lastige vraag. Maar, het is een hele mooie vraag. Het is ook een hele mooie vraag, inderdaad. Ik denk... Ik ben natuurlijk, sinds ik met YouTube begonnen ben, voel ik me veel meer mezelf. Ja. Heb ik meer het gevoel dat ik mezelf kan laten zien wie ik ben. En ik ben gewoon ook mezelf. Ja. Ik denk dat sinds ik met YouTube bezig ben, dat het wel een beetje de mooiste periode van mijn leven is tot nu toe. Ja, ja. En waar zie jij jezelf over 5 jaar staan? Goh, over 5 jaar. Nou, ik hoop dat ik veel meer vrienden heb gemaakt op YouTube, maar ook veel meer contact heb en een huis waarin ik wat ik mijn eigen kan maken, een huis voor mezelf, vrienden, een nog groter netwerk en misschien ook nog wel wat meer succes op YouTube. In ieder geval, ik denk dat er nog veel meer uit het leven te halen valt. Mooi zo. Wil ik jou bedanken voor dit mooie interview. Ja. En ik wens je nog een prettige dag verder. Dank u wel en oké, jij ook. En ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Vond je deze video nou leuk? Geef even een blauw duimpje omhoog. Wil je dat Marcus vaker in mijn video's komt? Zet even in de reacties neer. Abonneer voor meer en ik zie jullie de volgende keer weer. Later. Ciao.